Een combinatie van ADO Den Haag oefende op dinsdagavond tegen de derde divisionist Westlandia. Na afloop van het duel sprak Rob Blankenstein met een van de spelers die 45 minuten in actie kwam, Aaron Meijers. Aaron, je hebt 45 minuten gespeeld. Hoe ging het? Ja, ik moest even wennen in het begin, maar daarna vond ik het wel lekker. Ik dacht zelfs bij het laatste fluitje nou dat ik nog wel even door zou willen, maar 45 minuten was afspraak en dat was lekker. Had je meer minuten willen spelen? Nou ja, ja. Op zich ging het wel lekker. Voor mij had het nog iets langer mogen duren de eerste helft, maar als je naar binnen gaat, dan ga ik ook niet meer naar buiten. Het was precies mooi zo. Dan speel je sinds lange tijd weer een wedstrijdje, weliswaar niet 90 minuten. Hoe belangrijk is dat dan om toch die 45 minuten mee te gaan spelen, zeg maar? Ja, op zich, ik vind het wel belangrijk, omdat ik heb natuurlijk 4 maanden niet gespeeld en het is gewoon heel anders dan trainen. Het blijft toch anders. Kijk, je kan dit niet nabootsen. Deze tegenstanders houden geen rekening met je. Dus daarom is het gewoon goed voor in het proces, zeg maar, dat ik na goede trainingen nu 45 minuutjes meepak en vanuit hieruit kijken wat ik verder ga doen. Op welk niveau denk je dat je zelf zit, als je het in procent uit zou moeten drukken? Ja, ik gaf een paar dagen geleden 90%, dus na vandaag is er een paar procentjes bij misschien, maar het is nog niet het volle 100%. Ik probeer soms nog een beetje duels te ontwijken en de juiste duels wel aan te gaan, maar wat ik zeg, dat komt ook wel goed. Waar richt je je op als je kijkt naar de komende wedstrijden? Ja, ik heb beloofd om niet meer echt ergens op te richten, zeg maar specifiek op wedstrijden. Want dat is fout gegaan. Ik heb al een paar wedstrijden laten schieten waar ik eigenlijk mijn pijlen op had gezet. Dus dat ga ik ook maar niet doen. Misschien zou ik het zeggen maximaal 3 weken of zo. Zodat, fysiek, hoe voel je? Conditioneel op zich oké, ga ik goed. En fysiek, ja, het zijn nog kleine dingetjes die nooit helemaal top zijn, maar nogmaals, dat leer ik alleen maar in die wedstrijden. Maar je hebt geen last meer? Nee, geen last, maar ik voel het nog wel. Maar dat is op zich ook heel normaal als je zo'n blessure hebt opgelopen. En wat ik zeg, ik zou nog niet echt wedstrijd zitten voor de competitie, zou nog niet kunnen, maar daar werk ik naartoe. Nou is de trainer Petrovic, die is erg gecharmeerd van je, die zegt van... Eigenlijk als Malone en Meijers terugkomen, dan hebben we er eigenlijk weer 2 nieuwe spelers bij. Voel je die druk die hij toch min of meer op je legt, zeg maar? Nee, niet zozeer de druk. Ik voel wel de druk van de club. Dat we hem gewoon moeten presteren de resterende wedstrijden. Die druk voel ik nu ook. Zeker nu ik steeds dichter bij de wedstrijdselectie kom. Wij willen gewoon 1 ding. En dat is gewoon zo snel mogelijk uit de zorgen met ADO. Tot slot, wat merk je van de druk die er toch op het elftal... rust, zeg maar, omdat de resultaten uitblijven en de concurrentie toch steeds dichterbij komt? Ja, ik zeg nu ook weer met de groep trainen natuurlijk, merk je gewoon dat er wel een bepaalde druk is. En dat is logisch en die moet er ook zijn. Want druk ga je meestal ook presteren. Tenminste, mag natuurlijk niet te veel zijn. Maar sommigen vinden die druk juist lekker. En wij moeten gewoon alles op alles zetten om zo snel mogelijk uit deze situatie te komen.